Ja, maar het is geen correcte analyse. De berekening wordt anders gedaan met minimumloon als basis. Is dat niet gewoon uitstel van executie? Want wanneer de partijen binnen de regering daarover nu niet akkoord gaan, waarom zouden ze over een paar maanden wel daarover akkoord gaan? Ik kan niet akkoord zijn, omdat dat is een verkeerde punt wat u zei. De regeringspartijen gaan fundamenteel niet akkoord hierover. Ja, maar dat is uw interpretatie, dat is niet mijn interpretatie.